Energy Next. Dat is een softwareproduct wat bedoeld is om grote hoeveelheden apparatuur, auto's, maar ook industriële apparatuur, apparatuur in huishoudens, om dat te bundelen. Om zo op het gezamenlijke energieprofiel iets te kunnen doen rondom flexibiliteit. Met de grootschalige energietransitie die op ons afkomt, zien we straks veel meer EV, elektrische auto's en warmtepompen in de huizen. Dus als je het zomaar laat gebeuren en niet laat sturen, dan hebben we straks problemen op het net. Dus daar moet wat gebeuren. Nou, daar is Energy Next uitstekend voor voorbereid, zou ik zeggen. De energievoorziening van de toekomst wordt meer en meer elektrisch. Warmtepompen en elektrische auto's vervangen de gasketel en benzineauto. En er ontstaan steeds meer lokale aanbieders van duurzame energie. Dit stelt nieuwe uitdagingen aan de verbindende schakel, de elektriciteitsnetten. Het is lastiger om het elektriciteitssysteem in balans te houden en congestie, oftewel lokale overbelasting, te voorkomen. De inzet van flexibiliteit kan hierbij helpen. Zo kunnen we elektrische auto's en machines tijdelijk uitzetten wanneer overbelasting op het net dreigt te ontstaan. Of energie opslaan in lokale batterijen om later te gebruiken. Verschillende innovatieve bedrijven werken aan de inzet van flexibiliteit. Zo'n bedrijf is ICT Group, dat het softwareplatform Energy Next heeft ontwikkeld. Dit platform helpt om de opwek van duurzame stroom en energieverbruikende apparatuur perfect op elkaar te laten afstemmen binnen één gebouw of tussen meerdere gebouwen en gebruikers. Dit draagt bij aan een lagere energierekening en stabiliteit van het netwerk. ICT is opgericht in 1978 als industriële computertoepassing. Dat is ook de basis industriële automatisering. Een jaar of 10 geleden zijn we begonnen met energieprojecten. En langzamerhand is daar de gedachte ontstaan dat dat in een product gegoten moest worden. Energy Next. En binnen het grote ICT zijn we nu in feite een start-up die productvisie aan het uitwerken is. We richten ons met onze Energy Next product op drie verschillende doelgroepen. Eén daarvan zijn communities, groepen burgers die met elkaar hun energiehuishouding willen verduurzamen. Een andere is de groep van industriële eindgebruikers die gewoon de flexibiliteit nodig hebben om hun eigen energieprofiel te verduurzamen. En de derde, dat zijn de nieuwkomers in de energy service companies, aggregators en nieuwkomers op de markt. Die proberen met de flexibiliteit een nieuwe dienst te ontwikkelen. En daar is iWell, een van de partijen met wie we samenwerken, een heel goed voorbeeld van. iWell is een bedrijf dat ontwikkelaar en fabrikant is van batterijsystemen. We hebben batterijsystemen bijvoorbeeld voor appartementencomplexen. Die leveren veel aan woningcorporaties. En we hebben ook wat grotere systemen die bijvoorbeeld voor laadpleinen gebruiken. Wat we met het Cube batterijsysteem doen in appartementencomplexen is dat we de liftpiek eigenlijk afvangen. Dus je moet je voorstellen, een lift heeft het kenmerk dat hij even tijdelijk heel veel vermogen nodig heeft om in te schakelen. Wat wij doen met ons Cube batterijsysteem is inspringen bij die hoge liftpiek. En dat doen we in samenwerking met ICT, waardoor wij geld besparen voor de klant, verduurzamen door hem te koppelen aan de zonnepanelen en je eigenlijk een duurzaam energiesysteem neerzet vandaag al. Juist in de samenwerking met iWell zien we dat we Energy Next heel goed kunnen inzetten. Allereerst voor de monitoring van de batterijen. Dus iWell heeft een tool om te zien hoe het met de batterij is, wat de status is van de lading, temperaturen, condities en dat soort zaken. En daarnaast worden de batterijen ingezet op een bepaald algoritme om hun doel te bereiken. Dus de hoeveelheid opgewekte energie op het dak van het woningbouwcomplex zo goed mogelijk te benutten. En tegelijkertijd die aansluitwaarde te beperken. En dat is een sturingsalgoritme die in Energy Next ingebouwd is en die dus zorgt dat iWell zijn werk kan doen. Wat wij doen is het ontsluiten van flexibiliteit, zodat we daar hele verschillende dingen mee kunnen doen. En je zou kunnen denken aan de flexibiliteit gebruiken om de hoeveelheid opgewekte energie en de hoeveelheid verbruikte energie in een community, om die zo goed mogelijk bij elkaar te houden. Maar je kunt het ook doen om diensten te verlenen, bijvoorbeeld aan Tennet om het landelijke net in balans te houden. Of aan een DSO, dus een partij als Stedin of Enexis, om congestie op het grid te voorkomen. Wij werken op een hele goede manier samen met de TKI Urban Energy. En allereerst is dat gewoon de netwerkfunctionaliteit. Dat je partijen leert kennen, ziet wat de andere innovaties zijn. Het helpt je om je innovatieprogramma scherper te krijgen. Het helpt je vooral om ook de samenwerking te vinden met andere partijen. Zodat je met elkaar een goed plan neer kunt zetten.